Ja, zo.
22,7 meter. 22,5. Ja, zo, ja, kijk eens een keer terug, daar ligt hij. Was de RV een scanner van laten maken? Bas, leg eens uit, wat is er nou precies gebeurd? Hij kwam neer en hij lag. En op een gegeven moment zie ik de boei bewegen en hij schuift weg. Hij is afgezakt naar maximaal 28 meter is het hier. Precies de diepte weten we niet. Dat zijn jullie nu aan het onderzoeken? Ja, we gaan nu met de dieptemeter kijken waar die ligt. Met de plotter of we hem zien liggen. Dan weten we natuurlijk nog steeds niet hoe die ligt. Maar daar hebben we de beroepsdijkers die gaan zo te water om te kijken of het... Hoe die aan toe is. Hoe rampzalig is dit? Aan de ene kant rampzalig, omdat er de beginnende duiker niet op het wrak zal kunnen duiken omdat hij te diep ligt. Je mag er gewoon niet, een beginnende duiker mag niet zo diep. Aan de andere kant heeft het wrakduikgevoel misschien wel iets meer omdat hij niet perfect ligt. Nou, een gezonken schip ligt niet perfect, maar de veiligheid is natuurlijk wel nummer 1 en dat, ja. Dat is nu het punt. Is er een kans dat hij nog goed wordt getrokken? Nee. Hij is dusdanig groot. 525.000 kilo trek je niet goed. We hebben wel een noodplan met de genie afgesproken. Dat ze eventueel toegangen gaan maken als hij op een kant ligt. Dat er daar 3 grote gaten ingezaagd worden. Met een onderwater beton kettingzaag. Wat er verder gebeurt met de camera's en dergelijke, dat moeten we nu gaan bekijken. Een mislukte plan of scenario B? Scenario B, 100%. We gaan, het is nog steeds een mooi schip wat onder water ligt, wat een iets andere vorm aan gaat krijgen dan dat wij gedacht hadden. Wat ga jij zo direct persoonlijk nu doen? Ik hoop dat ik er nog naartoe mag. En er zitten natuurlijk steeds de camera's op die we mee hebben afgezonken, die het gefilmd hebben wat er gebeurd is. Dat moet wel spectaculair zijn. Ik denk het wel. Het afzinken was sowieso enorm spectaculair. En die beelden denk ik dat het echt fantastische beelden worden.